2011. Ik heb het heel stom gedaan. Ik zou het niemand aanraden, maar ik heb een beginnersetje gekocht op Marktplaats. En toen heb ik een lapje varkenshuid gehaald bij de slager en toen ben ik gaan oefenen. Het ging echt heel erg stinken, dat was echt heel erg vies. En toen ben ik gewoon van dat kleine oefenhuid gaan kopen. En oefenen. En toen ben ik een korte cursus gaan doen bij een tatoeëerder. En die zei na 3 dagen van ja, je kan het in principe al. Ga maar gewoon oefenen op familie en vrienden. En zo geschiedde het. Wat wordt er nu bij je gezet? Een hele mooie natuurlijke tattoo met veren, gemengd met bomen en wat vogels. Dat is een beetje mijn stijl die ik heb. Het is een beetje een eigen designachtig iets, een eigen twist aangemaakt. Dat verloopt tot nu toe heel goed. En hoe zijn jullie op het design gekomen? Ik had eerst een heel ander idee. Ik wilde sowieso wat met bomen. En design eerst was een beetje een om mijn arm heen. Soraya helpt mij heel goed met ideeën. Die zei van ja, je moet het anders doen, want anders dan hak je een soort van je arm eraf met die strakke strepen. En ook een beetje de richting van de bomen. En toen kwam ik toevallig net een soortgelijke foto tegen. En daar viel ik helemaal verliefd op. En toen hebben we een beetje dit gemaakt. Want mijn eerste twee die op mijn rechterarm staan, heb ik in een hoofddorp gezet. Gewoon in een algemene, beetje grote winkelachtig shop. Dat was ook prima hoor. Alleen toen kreeg ik de tip van een hele goede vriend van mij, die Soraya goed kent. Van ja, dat is bij jou in het dorp, want ik woon hier ook in het dorp. Daar moet je gewoon even een keertje kijken. Hier in het dorp, veel chiller. Lekker dichtbij. Ja, dus dat een keertje geprobeerd bij Soraya. Dat viel zo goed dat ik nu tot nu toe alles verder waar heb laten zetten. Door mijn vriendinnetje Rosa, die zei van ik wist eigenlijk niet waar ik naartoe moest. En toen kwam zij met Soraya aan en daar was ik zo tevreden over dat ik eigenlijk gewoon door niemand anders meer getatoeëerd wil worden. Omdat ik gewoon weet dat zij heel schoon werkt. Het is een leuke meid, ze heeft een hele mooie studio en super hygiënisch en ja, ze doet het hartstikke goed. Hartstikke goed, ja. Welke is eigenlijk door Soraya gezet? Eigenlijk alles, behalve deze. Zou je jezelf zonder tattoos kunnen voorstellen? Nou, soms wel. Dan heb je wel eens dat je denkt van nou, als je naar nette feestjes gaat of... want je hebt al heel vaak dat mensen je beoordelen omdat je tattoos op je lichaam hebt. En wat dan... Ja, dan word je echt in zo'n hokje geplaatst dat je... Oh, die is ordinair of... ze hebben er wel gelijk een gedachtegang achter. Maar... Spijt ervan? Nee. Want anders had ik er ook nooit zoveel gehad. Met een hele grote smile kom ik hier altijd binnen van oh, wat gaan we vandaag zetten. Weet je wel? Dat is gewoon leuk. Voorpret thuis van het tekenen eerst. Ja, is echt leuk. Echt je passie. Het is zeker mijn passie, ja. Die dure sportauto waar je misschien heel lang voor hebt gespaard. Ja. Kan je zo de prak in rijden, om het maar zo te zeggen. En ja. Die tattoos, ja, moet je wel heel erg je best doen om dat te verpesten eigenlijk. Ja. En het fijne is, tattoos zijn gewoon uniek, dus je hebt iets wat uniek is, wat je letterlijk bij je hebt. Ja. En dat vind ik gewoon heel tof.